eerste Pinksterdag. We zijn in Budel bij de Classic Car Kranendonk Rally. Vandaag een toertocht door de regio van heel veel mooie oude auto's. En nu staan we op de markt waar al die oude auto's zich verzamelen. En dadelijk gaan we mee met de toertocht door die regio. En ja, er is hier van alles te zien. Ik sta hier bij Frits van Kranenbroek. En Frits, jij hebt zelf een auto ontworpen en ook gebouwd, hè? Ja, als een auto is wel. Ja. Waar is het precies? Wat denk jij? Ja, het lijkt een auto. Ik moet je zeggen, het eerste wat ik dacht is aan Donald Duck. Nee, daar zou je ook door kunnen gaan. Ja. Katrien die ook zo'n... Maar dat is natuurlijk onzin. Hoe ben je erbij gekomen om zelf een auto te gaan ontwerpen? Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik ben op een gegeven moment begonnen met een oude tractor. En toen denk ik, ga ik eens iets anders maken wat een beetje geveerd is. En toen kwam begon, wist ik niet dat dit ging worden. Dus telkens aan is dit geworden. Ja, maar echt alles heb je zelf gedaan, hè? Ja, een motor niet en een kardan niet, maar de rest wel, ja. Nee, maar bijvoorbeeld wielen, ik noem maar even wat. Wielen heb ik zelf gemaakt, ja. Enorme klus lijkt me dat. Ja. Daar gaan we even jortjes inzetten. Ja, je kan wel wat te doen hebben. Ja, het autovak is jou natuurlijk niet vreemd. Nee, het is mijn hele leven niet anders gedaan, hè, als in auto's. Ja. Maar het is toch iets anders dan een auto repareren, hè. Ja. Dus hier moet je hem zelf maken. Ja. Hoe lang heb je hier nou aan gewerkt? Volgens mij 3000 uur, maar mijn vrouw zegt soms veel langer. En heb je, hoe is hij op de tekentafel ontstaan of hoe is het ontstaan? Nee, gewoon begonnen. Ja, als je aan begint weet ik eigenlijk niet wat het eindproduct precies werd, ja, ging worden, dat wist ik niet. Okay. Maar dat wijs ik door de tijd zelf, hè, ja. Want die brengt toch steeds veranderingen aan. Hè. Ja. Wat is nou, ja, er zijn heel veel mooie details die opvallen in deze auto. Kun je ons iets laten zien? Oei. Kan je van je aan de kant staan? Ja. Kijk, want de motor ligt voorin. En is het nou zo dat je van tevoren wist van nou, die motor die gaat voorin? Of heb je getwijfeld die gaat het midden of achterin? Want je gaat natuurlijk helemaal zelf ontwerpen. Ik heb zitten denken om de motor in midden in te bouwen. Omdat op een gegeven moment ging ik uit van een koets. Maar toen denk ik nou, ik maak ook een oud type van dat niemand weet wat het precies is. Want dat is nou de vraag. Ja, wat is het nou? Wat is het? Ja. Dat vroegen ze bij rijgezienders ook. Ja. En dan heb ik gezegd, ja, het is een koets met een motor in. Dus noemen ze een motorkoets. Okay. Dus dan heb ik de motor voor ingelegd. En ik heb een oude tractor, heb ik gerestaureerd, maar er zit geen vering in. Dus ik denk, ga iets maken waar ik mee rond kan rijden, waar ook vering in zit. En dan kan ik er mooi mee rond rijden. Op verzoek van je vrouw waarschijnlijk. Ja, die maakt ook mee natuurlijk. En toen was, nou, toen begon je te bouwen en dan ontstaat deze, ja, de prachtige voertuig. Maar dan wil je de weg op. Volgens mij komt er dan een enorm avontuur op je af. Want hoe krijg je dit nou goedgekeurd? Ja, dan moet je met rijksdienst aan de gang, hè. En rijksdienst is niet zo scheutig met informatie geven. Nee. Kijk, vroeger had ik daar geen tijd voor. Maar nu denk ik, nou, ik ga gewoon door. Ja. Dus ik heb het moeilijk genoeg gemaakt. En op een gegeven moment moesten ze iets doen, hè. Ja, ja, ja. En je blijft maar doorgaan. Ja. Tot hij de goede man hebt en de goede afdeling. Hoe rijdt hij? Een beetje Spartaans. Okay. Maar dat moet eigenlijk ook, hè. Hij moet een beetje Spartaans zijn. Ja, ja. Okay. Laatste vraag. Wat wordt je volgende project? Ik stop ermee. Echt waar? Ja, ik stop ermee. Ik vind het goed. Straks nemen ze mijn rijbewijs af. Als ik er nog twee maak, dan ben ik onderhand op de leeftijd gekomen dat ik je rijbewijs mee mag hebben. Ja, dat moet je niet hebben. Nee, goed. Leuk. Heel erg mooi om te zien. En ja, heel veel succes met... Want wat ga je nu doen? Toeren? Ga je nog... Een beetje rondtoeren. Met de kleinkinderen rondrijden. Leuk. Met mijn vrouw rondgereden en andere liefhebbers. Ja, leuk. Misschien is een bruiloftje mee rijden. Ja, ja, leuk. Ja. Heel veel plezier mee. Okay, dankjewel. Dankjewel. Jo. Kastje er wel doen, maar jouw eerste ook, hè? Ja, hier komen er nog. Ja. Kijk. Zwaai maar weer. Zonder de wagen te raken. Het is ook moeite waard om te filmen.